Lekker vertellen wat je de afgelopen weken hebt gedaan, dan komt dat helemaal goed. De school. En dan zie je hier een paar foto's van. Hier komen we kiezen uit verschillende materialen op school. En hier testen ze verschillende windmolens. En hier is meneer Gijsbert, ik denk natuurlijk die wel kennen. Die heeft ons de tandwielen laten zien. En het idee in het echt omzetten, dat vonden we ook wel heel erg lastig. En we hebben het zwaartepunt ook nog verlegd. En eerst hadden we nog een andere molen, deze. Eerst hadden we deze gebouwd en toen die, maar uiteindelijk hadden we toch voor die gekozen, want die was te zwaar. Samen met. Komen jullie even met een windmolen hier? En dan gaan we er even van dichtbij naar kijken. En misschien dat we nog wel vragen hebben. De allemaal? Ja, jullie komen wel lekker mee, tuurlijk. Eerst komt deze draaien, maar die heb ik vastgemaakt, omdat het anders was het niet goed genoeg. Ja, en hier is dus het probleem dat dit heel slap is. Ja, en daarom, het is licht. Daardoor is die onstabiel. Het is wel licht en zwaar, dus hier hebben we ook gezocht naar iets wat niet zo goed kon buigen. Maar die was net iets te zwaar. Hebben jullie nou ook nog gekeken wat er gebeurt als de wind van de zijkant komt?
Ja. En wat gebeurde er toen? Dan komt hij dat stil. Als hij een beetje scheef staat, dan doet hij het nog wel. Maar als hij helemaal zo staat, dan en de wind komt van hier zo, deze kant. Dan doet hij niks meer. Nee. Dus schuin wel, maar zo niet. Nee. Ja, maar wel iets. We hadden hier achter ook een soort zwaantje vleugel, zeg maar. Een vaantje. Ja. En dan draaide dit met de wind mee zo. We gaan al kijken van wie ze heeft gewonnen. Wie denk je gaat er winnen? Ik denk die schaapskooi, maar ik hoop het bij ons. Oké. Denk je dan een kans maken? Nou, ik denk wel een beetje, ja. Ik denk, de presentatie was heel goed. Ik denk het wel, want de presentatie was wel goed. Ja. En onze middenmolen was wel origineel. Ja. Maar dat was ook, wat denk jij? Ik denk dat we wel kans maken. Ja. En volgens mij moeten jullie niet langer in spanning houden. Dan gaan we over de prijsuitreiking. De school die dit jaar, 2014... met de hoofdprijs van de Red Engineers Challenge naar huis mag gaan, is... Nou, toch die roffel, die klonk echt heel goed. OBS Gwanenbrug Zuid.